Lion in the Morning Sun. Nou, hij staat ook in de Morning Sun met een beetje winter bij mijn man Sjaak Bral. Hij gaat zo meteen over onze picknickbank heen springen, is mij beloofd. Hij kijkt er een klein beetje moeilijk bij, moet ik zeggen. Maar we hebben het in ieder geval over urban atletiek. Ja. Hoe je een urban atleet kan worden, een oermens in de stad. Dat gaat hij zo meteen demonstreren. En dan kun je denken aan over banken heen springen, rond lantaarnpalen draaien. En onze picknickbank is dus op dit moment onze picknicktafel. Ja. Het object waar jij overheen moet. En Angelique, die gaat jou uitleggen hoe je dat moet doen, Sjaak. Ja, Angelique, vertel even, wat moet ik doen precies? Want ik ga nu een stukje urban atletiek doen. Je neemt de picknicktafel als je op stakels. Je loopt erop af, je gaat er overheen. Ja. Dan kruip je zo laag mogelijk naar richting je jerrycan, alsof je prooi wil... Heel laag mitrailleurvuur natuurlijk, ja. Ja, of het is je prooi. Dus je kruipt naar je prooi toe, je pakt de jerrycan. De jerrycan is mijn prooi. Dat is jouw prooi en het is gevuld met water, dus het is een instabiel gewicht. Dus hij klotst alle kanten op je schouder en dan loop je terug. Ik dacht dat ik vandaag vrouwen ging verwennen, maar het blijkt een jerrycan te zijn. Ja, maar dat? Je verwent ons nu enorm hoor, door dat soort dingen te doen. Wij kijken met veel plezier. We kijken graag naar sterren springen. Ik ga even een pettybratje doen, zal ik het zo noemen? Nou, ik ga even een pettybratje doen, daar gaat hij. Hou je tanden heel, hè? Microfoon hou ik. Sjaak benadert de picknicktafel. Hij doet even zijn jasje goed. Hij loopt er naartoe. Hij springt op de tafel. Hij kruipt er overheen. Volgens mij kan dat atletischer. Hij gaat nu op zijn knieën. Nu gaat hij als een soort aap op handen en voeten. Hij botst tegen de jerrycan die hij ondersteboven gooit. Hij heeft de jerrycan te pakken. Die gaat op zijn schouder. Hij loopt terug. En er weer overheen. Naar de picknickbank. En dan gaat er weer over. Onze picknicktafel kraakt vervaarlijk, kan ik wel zeggen. En met een achterwaartse rugrol rent hij naar de auto's toe en heeft hij het parcours voltooid. Sjaak, hij probeert nu over onze auto's heen te klimmen. Ik hoop dat we een hele goede verzekering hebben. Sjaak, kom maar terug, jongen. Ik ben ontzettend trots op je. Ik voel me net een sportverslaggever van een hele slechte wedstrijd. Sjaak, wat grappig. Zullen we nu eens vragen aan Angelique of ze het kan laten zien hoe het wel moet? Want dit was echt wel een beetje sneu. De jerrycan gaat weer even terug naar de plek waar die net stond. Want Angelique Heiligers, die heeft een strakke broek aan en een heel flitsend outfit. Die kan het volgens mij op een iets vlottere manier. Sjaak, je loopt ook in je halve kostuum rond, dus dat kan ook niet beter. Ja, Angelique, laat eens zien hoe het wel moet. Ik vond het wel erg leuk. Ze vond het doen, hartstikke hoor. Goed, zegt ze. Ja. Angelique doet eigenlijk hetzelfde. Het gaat iets soepeler. Ze tijgert naar de jerrycan, precies. Op de nek gaat de jerrycan en ze klimt weer op de tafel. Sjaak, je deed het nog niet eens zo slecht. Ze doet het heel relaxed. Ik dacht dat het snel moest. Angelique, ik dacht eigenlijk dat je er gewoon met één zwaai overheen zou springen. Nou, dat heb ze dus niet gedaan.